Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het weer wordt op veel plaatsen in Europa bepaald door een hoogdrukgebied. Het ligt boven de Baltische Staten. En je kunt zien dat er weinig bewolking is in de buurt van dat hoogdrukgebied. Meer bewolking vinden we boven Engeland, Ierland en boven Frankrijk. En met een zuidelijke stroming wordt zeer warme lucht onze kant op geblazen. En u heeft het vandaag wel gemerkt. Hoge temperaturen hadden we vandaag, 26, 27 graden op de Wadden. Tot op veel plaatsen 30 graden. Tropisch warm was het dus. Met een recordwaarde van 32 graden. Want zo heet is het nog nooit geweest op de 13e septemberdag. Records dus. En de komende dagen volgen er nog meer. Vanavond blijft het nog lang warm. 24 graden is de temperatuur rond zonsondergang. En vannacht staat er weinig wind, is het helder en daalt het kwik verder naar 17 tot 19 graden. Morgen zien we opnieuw de zon de hele dag. Er zijn nauwelijks wolken en het wordt opnieuw zomers tot tropisch heet. En ik denk dat er opnieuw een record gebroken wordt. Met een oostelijke wind wordt die warme lucht nog steeds aangevoerd. En ook op donderdag hebben we nog hoge temperaturen, wel iets minder warm dan het morgen wordt en dan het vandaag is geweest. De tropische waarden verdwijnen van de kaart, maar met 27 tot 29 graden is het nog steeds een warme 15 septemberdag. Wel zien we later op de dag van het zuiden uit wat meer bewolking en in de nacht naar vrijdag trekt een storing voorbij, zodat de lucht vanuit het zuidwesten geleidelijk aan gaat afkoelen. Op vrijdag is het dan ook heel anders, met 21 tot 23 graden als maximum is het een stuk minder warm dan we vandaag en morgen hebben. En ook is het wisselvallig met zon, wolken en een paar buien mogelijk met onweer. En ook in het weekend blijft het wisselvallig met zon, wolken en een paar buien. En ligt de temperatuur rond de normale waarde van 18 of 19 graden. En als we kijken naar de temperatuur voor de lange termijn, dan kunnen we zien dat we in het weekend dus normale waarden hebben. En dat die voor volgende week zo blijven. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.